Eerste vakbond breekt met een jarenlange traditie. De Unie wil geen centrale looneis meer stellen, omdat die uit de tijd is. Ook is er ruimte voor forse looneisen. Verder in het nieuws, reclameboodschappen op voicemail. Nog geen besluit over maximum snelheid. En sport, Van Basten op de golfbaan. De wereld in een half uur. Dit is het nieuws met Leo de Late. Goedenavond. Vakorganisatie De Unie ziet geen heil meer in een centrale looneis voor haar leden. Het is niet meer van deze tijd, zo zegt de bond. Werknemers moeten zelf hun eigen arbeidsvoorwaarden kunnen bepalen. Ieder jaar weer, voor iedereen hetzelfde. Daar gaat het om bij een centrale looneis. Vakbonden geloven daar heilig in. Maar De Unie vindt die afspraken lang niet meer zo heilig. De meeste vakcentrales zitten er meestal meteen bovenop, zonder dat de werknemers daar invloed op hebben. En dat moet anders volgens De Unie. Wij denken dat er alleen maar winnaars zijn. Het gaat niet langer om macro-economische cijfers, uitdaagse politiek, het poldermodel. Maar het gaat juist om al de realiteit in de bedrijven. Het vindt nou eenmaal plaats op de werkplek. Daar wordt bepaald hoe werknemers met hun arbeidsvoorwaardenpakket om willen gaan. Dus als je meer pensioen belangrijk vindt, dan kan je dat zelf regelen. Maar je kan ook voor vrije tijd kiezen in plaats van extra loon of meer werk. Dat noemt De Unie een cao à la carte. De meeste leden van de bond zijn bankmedewerkers en ander hoger personeel. En die kunnen best voor zichzelf zorgen. Ze beseffen heel goed wat de consequenties zijn van bepaalde eisen die ze stellen. Dus dat hoeft echt niet van bovenaf afgelegd te worden. Dat is gewoon betuttelen. Dat is ook mensen niet, daar ga je niet uit van volwassen arbeidsverhoudingen. Het beleid van De Unie om geen centrale looneis meer te stellen druist regelrecht in tegen het poldermodel. Daarin gaat het om gelijke monniken, gelijke kappen. Dus in ieder bedrijf dezelfde looneis, maar vooral niet te hoog. Kijk je naar dat poldermodel, dan heeft dat in de achterliggende periode veel voor ons betekend. Maar we denken nu dat er een andere situatie is. We hebben in Nederland 160.000 moeilijk vervulbare vacatures. En tegen die achtergrond kun je niet langer praten over loonmatiging. Volgens De Unie is het nieuwe beleid onomkeerbaar en zullen de andere grote bonden, zoals de FNV en CNV, genoodzaakt zijn om te volgen. Een nieuwtje van KPN dat misschien leidt tot goedkoper bellen. Voicemail actueel. Wie vanaf vandaag thuis een voicemail afluistert, krijgt er, als hij wil, gratis reclameboodschappen bij. De adverteerders kunnen zo hun boodschap kwijt en KPN verdient er behoorlijk mee. Waarschijnlijk zo'n 180 miljoen gulden. De Consumentenbond vindt dat de telefoontarieven dan ook flink omlaag kunnen. Dit is de voicemail van Johanna Geerling. U hoort nu aankondigingen van de voicemail actueel berichten. Snel en gemakkelijk een lekkere maaltijd op tafel. Deze week Spaanse vissoep. U heeft voor dit recept voor 4 personen de volgende. Eet smakelijk. Nou, daar sta ik eigenlijk niet echt op te wachten. Ik heb liever gewoon dat het functioneel is. Dan mogen ze wat mij betreft liever nog een paar centen voor rekenen dan dat ze met allemaal rotzooi beginnen. Daar zit je niet op te wachten. Je wil graag gelijk horen wie er naar je toe heeft gebeld. Ik denk dat het misschien best wel in de smaak zou vallen bij mensen. Ja, of juist niet. Kan ook tegenovergesteld zijn. Maar het lijkt mij wel een goed idee. Consumenten die niet van voicemail actueel gediend zijn, kunnen hem blokkeren. Maar de Consumentenbond vindt dat niet genoeg. KPN kan niet zomaar miljoenen verdienen zonder dat de telefoontarieven omlaag gaan. Ja, maar er is toch niks mis mee als een bedrijf winst maakt uit dienstverlening. Dat moet toch ook met een commercieel bedrijf, die moet toch winst maken? KPN verdient op allerlei soorten diensten aan consumenten. Het telefoneren, aan voicemail, nu aan voicemail actueel. Dat is allemaal stapelt elkaar iedere keer weer op. En dan kunnen ze best het kosten van het abonnement of de kosten van de tikken omlaag brengen. Maar de kans dat KPN haar telefoontarieven verlaagt is niet zo groot. De Consumentenbond heeft niet nagedacht. Als de consument nagedacht had, wisten ze dat de telecommarkt gereguleerd is. Dat er een Opta is die toezicht houdt en dat Opta regels stelt. En dat Opta ons dus verbiedt om de opbrengsten uit telefoonverkeer te gebruiken ter financiering van andere diensten. Gebruikt u niet deze discussie om te pleiten voor een lager tarief in het algemeen? Natuurlijk, want iedere Nederlander weet dat hij hartstikke veel betaalt aan de telefoon. En dat kan echt minder omdat er heel efficiënt gebeld kan worden. Eind deze maand wordt bekend aan welke telefoontarieven KPN zich zou moeten houden. Zometeen in dit programma Sport en daarin onder meer aandacht voor Marco van Basten. De legende heeft plezier in golf en keert voorlopig niet terug in het voetbal. Ik kijk af en toe voetbal op televisie. Ja, en voor de rest, er is nog niks in mij. Was even god, ik wil terug. Zometeen, ritsen blijkt niet te werken. Kabinet betaalt mee aan zorgverlof. Amnestie voor wapenbezit.
Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over de maximumsnelheid op de snelwegen in de Randstad in de nachtelijke uren. In het regeerakkoord staat dat volgend jaar mei de maximumsnelheid in de hele Randstad overdag 100 kilometer is. 'S Nachts zou er 120 mogen worden gereden. Maar dan moet er wel voor een miljard extra geluidswerende maatregelen worden genomen. Minister Netelenbos geeft er daarom de voorkeur aan ook 's nachts de snelheidslimiet op 100 te houden. Natuurlijk, 100 overdag, 120 kilometer 's nachts, dat is de afspraak. En waar het kan, moet dat ook zo worden uitgewerkt. Ik heb alleen ook te maken met milieuwetgeving. Geluidshinder neemt toe als je sneller rijdt. Dus daar moet ik ook op letten en dat is een ingewikkeld vraagstuk. Vooral de VVD vindt dat automobilisten 's nachts best wat harder mogen rijden. En ritsen op de snelweg helpt niet bij de bestrijding van files. Dat blijkt uit onderzoek van TNO. Ritsen is het om en om invoegen van weggebruikers. Daardoor zou het verkeer beter moeten doorstromen. Volgens TNO is het effect ervan nihil. Wanneer auto's ingevoegd zijn, remmen ze af om meer afstand te krijgen tot de auto voor hen. En dan kunnen alsnog files ontstaan. Minister Netelenbos is het met die conclusie niet eens. Vanuit je eigen beperkte ervaring weiger ik dat toch zomaar te geloven. En daarnaast is het ook veiliger en ik moet ook op veiligheid letten. De minister lanceerde 2 maanden geleden nog een grootscheepse campagne om het ritsen op de snelwegen te bevorderen. Het kabinet gaat meebetalen aan het zorgverlof. Werknemers mogen per jaar 10 dagen verlof opnemen. Het is de bedoeling dat ze zorgverlof opnemen om te zorgen voor een zieke partner of een ziek kind. Ze krijgen dan 70% van het bruto loon doorbetaald. De helft daarvan wordt opgewacht door de werkgever. De andere helft komt voor rekening van de overheid. Het kabinet rekent erop dat het zorgverlof de staat per jaar zo'n 185 miljoen gulden gaat kosten. De werkgevers zijn valikant tegen het plan. Zij vinden dat werknemers maar vrije dagen moeten aanspreken of onbetaald verlof moeten opnemen. Er komt amnestie voor bezitters van een wapen. Die kunnen eind dit jaar zonder strafvervolging hun illegale wapentuig inleveren. Minister Korthals van Justitie hoopt zo het aantal geweldsdelicten terug te dringen. Een half jaar geleden werd in Amsterdam al een wapeninzamelingsactie georganiseerd. Toen kwamen bijna 500 verboden wapens bij de politie terecht. Vanaf december kunnen wapens worden ingeleverd. Na deze actie staat er flinke straf op verboden wapenbezit. Maximaal 4 jaar cel. De binnenstad van Amsterdam is aanstaande zondag toch autovrij. Dat heeft de rechter bepaald. De stichting Mokomobiel wilde de autovrije dag laten verbieden, omdat bewoners van de binnenstad te veel benadeeld zouden worden. Aanstaande zondag hebben meer dan 50 gemeenten een autovrije zone. De initiatiefnemers willen nu elke maand een autovrije zondag. Er zijn steeds minder branden in ons land. Vorig jaar daalde het aantal met ruim 10%. De daling komt vooral omdat het veel regende. Daardoor waren er minder bosbranden. Toch waren er vorig jaar nog altijd 40.000 branden. Dat is meer dan 100 per dag. De totale brandschade bedroeg 1,2 miljard gulden. De tijd dat de bouw van een simpel dakkapelletje of een schuurtje door een welstandscommissie kon worden tegengehouden, is binnenkort misschien voorbij. Staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting vindt het niet nodig dat je voor dergelijke bouwsels nog een vergunning nodig hebt. Er kwam de laatste tijd steeds meer kritiek op de welstandscommissies. De staatssecretaris wil daarom dat de commissies met duidelijke criteria gaan werken. Ook moeten de vergaderingen van de commissie openbaar worden. Gaan we verder met businessnieuws. Damrak eindigde de vrijdag in de min. De AEX die sloot met een verlies van bijna 5 punten op 572,12. Chemische distributeur van Ommeren, dat in oktober samengaat met branchegenoot Pakhoet, was de grootste stijger. De grootste daler was Hoogovens. Het aandeel daalde nadat een Australische concurrent in de staalindustrie slechte winstcijfers bekend maakte. Veel belangstelling voor supermarkt AMP. Eigenaar Hermans Groep wil de winkelketen verkopen. Inmiddels hebben de 3 grootste Nederlandse supermarkten, Ahold, Laurens en Schuitema, al laten weten interesse te hebben in AMP. Er zijn 131 AMP-winkels in Nederland. Op de laatste dag van deze eeuw kunt u giraal geen geld overmaken. Het internationale betalingsverkeerssysteem dat de overboekingen regelt is dan gesloten in verband met het millennium. De 8 miljoen girale overschrijvingen die dagelijks in Nederland worden gedaan zullen op 31 december dus een dagje moeten wachten. Pinnen, chippen en creditcardbetalingen, dat kan allemaal wel. De banken verwachten overigens geen grote problemen tijdens de millenniumwisseling. Zometeen, geheime ontmoeting Arafat en Barak. Spectaculaire gijzeling in Argentinië. Salarisverdubbeling Amerikaanse president.
Bij een nieuwe explosie in een flat in Rusland zijn opnieuw slachtoffers gevallen. Volgens de politie is de ontploffing veroorzaakt door explosieven, maar ook een gasontploffing wordt niet helemaal uitgesloten. De explosie vond plaats op de 6e verdieping. 2 bejaarden kwamen om toen ze door de klap van hun balkon vielen. Kort na de explosie brak er brand uit, maar die kon vrij snel worden geblust. De ontploffing was aanzienlijk lichter dan die bij de andere bomaanslagen. De top zat de schrik er goed in. Я видела, что отгоняли машины. Ну это уже вот эти, которые у вас стоят во дворе. Естественно, как только это все тряхануло, я побежала к окну. Я не поняла, что это такое. И побежала к окну. Люди уже тут вот собрались, началось на 15. De politie gaat er niet vanuit dat Tsjetsjeense terroristen achter de aanslag zitten, zoals bij de eerdere aanslagen. Het lijkt meer op het soort actie dat de Russische maffia zou uitvoeren. De politie is een ware heksenjacht begonnen om de terroristen te pakken te krijgen. Er zijn zeker 30 verdachten aangehouden die volgens de politie betrokken zijn bij de dodelijke aanslagen. Gisteren nog ontdekte de politie 3,5 ton aan explosieven die in een opslagloods in Moskou lagen. Een geheime topontmoeting tussen de Israëlische premier Barak en de Palestijnse leider Yasser Arafat. De beide leiders, hier op archief, kwamen midden in de nacht bijeen om over de laatste fase van het vredesproces te praten. Zelfs de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Levy, was niet op de hoogte gesteld van de ontmoeting. Premier Barak hoopt met het gesprek een vertrouwensband met Arafat op te bouwen. En dat zal nodig zijn. Israël wil al binnen een jaar een definitieve vrede met de Palestijnen. De Amerikaanse oostkust kan opgelucht ademhalen. Orkaan Floyd nam vannacht in sterkte af en scheerde als een tropische storm langs de kust. Toch zorgde de storm het afgelopen etmaal nog voor veel overlast. Straten liepen onder water. Op sommige plaatsen viel in enkele uren meer dan een halve meter regen. Gisteravond zaten nog 600.000 mensen zonder stroom. In de staat New York werd de noodtoestand afgekondigd en stuurden scholen hun leerlingen naar huis. Maar voor de meeste mensen ging het dagelijks leven gewoon door, met of zonder paraplu. Hasn't bothered me at all, and actually my friends in Florida still have a house, which I'm very happy about. All of them, so they're fine. I live in New Jersey and I want to see if I have windows. Minstens 12 mensen zouden als gevolg van de storm om het leven zijn gekomen. De materiële schade loopt waarschijnlijk in de honderden miljoenen guldens. Een langdurige gijzeling in Argentinië is geëindigd in een bloedbad. Het drama was live op de Argentijnse tv te volgen. 18 uur lang hielden 3 overvallers het personeel van een bank vast. Een arrestatieteam werd ingezet om een eind aan de gijzeling te maken. Met behulp van explosieven wist de politie het gebouw in te komen. Al snel bleek dat de overvallers er met 3 gijzelaars vandoor waren. Er volgde een wilde achtervolging waarbij de politie het vuur opende op de vluchtauto. Tijdens de actie kwamen 2 gegijzelden om het leven. Een derde raakte zwaar gewond. Ook werd een gijzelnemer dodelijk getroffen. De Argentijnse politie heeft een storm van kritiek over zich heen gekregen. Velen vragen zich af waarom er op de auto met de gijzelaars geschoten moest worden. De Verenigde Staten hebben een nieuw wapen tegen luchtaanvallen. De zogenaamde PAC-3, een variant op de aloude Patriot-raket, onderging gisteren een tweede succesvolle test. De PAC spoort eigenhandig vijandelijke raketten op, gaat erop af en schakelt ze uit. Niet met springstof, maar door een soort elektrische schok uit te delen. Amerika wil de nieuwe Patriot zo snel mogelijk in productie nemen. Hoop voor de vluchtelingen op Oost-Timor. De Australische luchtmacht is begonnen met voedseldroppings boven het eiland. Duizenden vluchtelingen hebben zich verscholen in de bergen uit angst voor milities. Via de lucht wordt nu geprobeerd die groep van eerste levensbehoeften te voorzien. The flight will be dropping on this run essentially rice and blankets. It will be going to, what was the name of the town it's going to? It's going up into the mountains near Emera. Near Emera. Thank you. Ondertussen is Indonesië begonnen met het terugtrekken van soldaten uit het gebied. Dat gebeurt om confrontaties met de VN-vredesmacht uit de weg te gaan. Die komt in de loop van volgende week aan op Oost-Timor. Algerije heeft zich bijna unaniem uitgesproken voor een eind van de burgeroorlog. Bij het referendum dat gisteren werd gehouden, sprak ruim 98% zich uit voor het vredesplan van president Bouteflika. Dat moet een eind maken aan de gewelddadigheden in het land. Het plan voorziet een amnestie voor moslim-extremisten die geweld afzweren.
De uitkomst van het referendum leidde tot dolle vreugde in de straten van Algiers. De Amerikaanse Senaat heeft besloten het salaris van de Amerikaanse president te verdubbelen. Nu moet hij het nog doen met een schamele 440.000 gulden. In de toekomst wordt dat bijna 9 ton. Dat werd ook wel tijd. Het presidentieel salaris is al meer dan 30 jaar niet meer verhoogd. Bill Clinton heeft trouwens pech. De verhoging gaat pas in bij de volgende president. Zeuren, klagen, schelden. Nederlanders kunnen niet langer hun hart luchten op Radio 3. En ook wensen gaan niet meer in vervulling. Jack Spijkerman presenteerde vandaag voor het laatst de Steen en Been Show. Na 15 jaar houdt hij het voor gezien. De VARA liet Spijkerman niet onopgemerkt vertrekken. Hij werd naar een voor hem onbekende plek gebracht om zijn laatste show te presenteren. Gesteund door vrienden, collega's en fans, zoals Benny Jolink. Ja, ik ga ouwe hoer van Jack, de neus sluit enzovoort enzovoort. Nee, hoe harder die ouwe hoer, hoe liever ik het heb. Spijkerman stopt ermee, omdat hij zichzelf te oud vindt voor Radio 3. Hij heeft geen feeling meer met de muziek van tegenwoordig. De Steen en Been Show wordt daarom vervangen door de Leuk is Anders Show met cabaretier Dolf Jansen. De laatste 5 jaar viel hij al geregeld in voor Spijkerman. Ik hou het meeste van loos praten met mensen die luisteraar zijn of doen alsof ze dat zijn. En die zo beledigend mogelijk toespreken, maar op een vriendelijke toon. Dat vind ik het allerleukste. Blijf bellen. Spijkerman maakte furoren met onder andere telefoongesprekken over niet bestaande onderwerpen als neuskwelders, kluunwaspen en natuurlijk de klaagbox. Hij is heel populair, hij is heel komisch. Nee! Nee! Meneer Van der Ploeg, dit is gewoon een politieke boodschap, daar kunnen wij niet aan beginnen. Wij doen alleen... Check je camera van. En na meer dan 500 afleveringen zat het er dan echt op. Ik doe het al bijna 15 jaar en dan dreigt de routine. Maar nu heb ik er spijt van dat ik gestopt ben. Want het is toch wel een erg leuk programma te doen. Dus ik heb er echt heel veel pijn in mijn buik van. Hij blijft nog wel gewoon te horen op Radio 2 met Koppen met Spijkers. Er worden geen grote prijzen uitgereikt en daarom kennen maar weinig mensen het filmfestival van Toronto. Toch is het met 250.000 bezoekers het grootste filmfestival van de wereld. Vooral onder filmmakers is het festival enorm populair. En het gaat niet alleen om de films, er wordt ook flink gediscussieerd. I think it's a very stupid thing to say that all young people, in whether it's in Sweden or it's in, if it's in France or anywhere. May I, as an older person, make a question to all of you? The young people all over the world are either good or wonderful. They're not homogenous any more than older people are. No, they are the same. Just say. A minute, I'm speaking. Last night there was a wonderful one talking about European film production, and there was a French director who was going, "We are, pour moi, c'était nécessaire contre l'Américain, contre comme les fermiers, l'agriculteur, contre McDonald's, contre Hollywood maintenant." And this poor woman was trying to translate for him, and she was like, "He's trying to say that he likes." No, he doesn't like McDonald's. No, he does Big Mac. Non, non, Dieu, je fous pas la paix, espèce de connard. And then the moderator jumped in. He didn't say that at all. It was like, all of a sudden it became like WWF wrestling, like worldwide film wrestling. Bring your French film. I'll be there. Acteur Robin Williams was op het festival voor de première van de film Jacob the Liar, over Poolse Joden in de Tweede Wereldoorlog. Het eerste gouden kalf van het 19e Nederlandse filmfestival is voor filmproducent Matthijs van Heiningen. Van Heiningen krijgt de prijs vanwege zijn grote bijdrage aan de Nederlandse cinema. In totaal produceerde Van Heiningen 35 speelfilms en 19 korte films. Het is de tweede keer dat de producent een gouden kalf krijgt. Eerder ontving hij voor 1000 rozen het gouden kalf voor beste lange speelfilm. Een terugkeer van Marco van Basten in de voetbalwereld is de eerste jaren niet aan de orde. De ex-voetballer ziet op dit moment meer heil in zijn hobby, golfen. Vandaag speelde hij op een toernooi in Tilburg. Het toernooi in Tilburg is voor spelers vanaf 50 jaar. Maar de organisatie nodigde ook een aantal celebrities uit. Onder wie de oud-tennissers Betty Steuven, Tom Okker en voetballer Marco van Basten. Van hem is bekend dat hij veel golft. Het is niet zo dat ik een carrière gepland heb, dat niet. Ik doe het graag. En ik heb op het ogenblik veel vrije tijd. Dus als ze dit soort toernooitjes gaan aanmelden of aandienen, dan doe ik mee. Van Basten liet eerder dit jaar zien dat hij het voetballen nog niet is verleerd. Bij de wedstrijd ter ere van Johan Cruijff in de Arena scoorde de legende ook nog. Maar deze terugkeer in het voetbal was eenmalig en krijgt geen vervolg. Dat moet echt vanuit mezelf komen. En op dit moment is er niks in mij wat zegt van God, ik wil nu terug. Dus
Ik neem er alle tijd voor. Je denkt er niet eens over na? Nee. Van Basten keert voorlopig dus niet terug in het voetbal. Hij gooit nu alles op zijn nieuwe passie, golf. En ook daar is hij goed in. Of course, yes. He has a great feeling and a great touch with the golf ball. He plays very, very solid. Low handicap. Could probably play lower than his handicap. So he's a very fine player, yeah. Ja, maar het gaat erom dat ik dingen doe die ik leuk vind. En ik heb nog niet de overtuiging dat ik dat hartstikke leuk vind. En het golfen wat je nu doet, vind je wel leuk? Ja, lekker onbevangen. Geen mensen die mij druk opleggen. Of ik hoef geen verantwoordelijkheid af te leggen of zo. Dus een fout is mijn fout en that's it. En er komen geen allerlei gekke dingen in de krant of allerlei mensen op me af van wat heb je nou weer gedaan en zo. Dus dat is wel relaxed. En Van Basten, hij liet inderdaad zien dat hij niet alleen met een voetbal goed uit de voeten kan. En dan naar een andere balsport. Gisteren is de UEFA Cup Nieuwe Stijl van start gegaan. Een samenvoeging van de UEFA Cup en de Europa Cup 2 voor bekerwinnaars. In die eerste ronde moest Tottenham Hotspur het opnemen tegen Zimbru Chișinău uit Moldavië. Voor de Spurs was het de eerste Europa Cup wedstrijd in 7 jaar. En ze begonnen gelijk goed. Al na 3 minuten komt de thuisploeg op voorsprong door een doelpunt van Øyvind Leonardsen. Een half uur later was het opnieuw raak. Na een vrije trap van Leonardsen kopt Chris Perry hard in. En ook in de tweede helft bleven de Spurs aandringen. Uit een corner van David Ginola schiet Tim Sherwood de eindstand binnen. Een eenvoudige 3-0 overwinning voor de Engelsen. West Ham United bereikte ten koste van Heerenveen de UEFA Cup en Javier Margas viert dat op zijn eigen manier. Tegenstander was het Kroatische Osijek. West Ham had wat moeite met scoren, maar 4 minuten voor de rust maakt Paolo Wanchope de 1-0. En na een blunder van de keeper is het Dicanio die zijn ploeg na de interval op 2-0 zet. En ook West Ham zou met 3-0 winnen. De laatste treffer van de avond komt op naam van Frank Lampard. En dan was er nog een 3-0 overwinning voor Monaco ten koste van het Ierse St. Johnston. Het duurde wel tot de 69e minuut voordat Marco Simone Monaco op voorsprong kon zetten. En toen was de band gebroken. 3 minuten later verdubbelt David Trezeguet de score. En Simone bekroonde zijn goede wedstrijd door een minuut voor tijd zijn tweede binnen te schieten. 3-0 voor Monaco dus. In Brazilië kunnen ze net zo goed voetballen als schoppen en slaan. Dat bewezen de ploegen van Atlético Mineiro en Victoria maar weer eens. De bom barstte nadat de keeper van Atletico de bal weigerde terug te geven na een benutte strafschop. De wedstrijd werd 10 minuten stilgelegd, maar na het eindsignaal gingen de spelers nog even door. Atletico Mineiro blijkt wel een heel slechte verliezer. En natuurlijk houden ook de fans zich niet afzijdig. Tot slot nog enkele berichten. Onder luid applaus. Ajaxiet Kofi Mensah en John Veldman van Vitesse krijgen geen contract bij West Ham United. Beide verdedigers liepen afgelopen week stage bij de club uit Engeland. En dan tennisser Peter Wessels. Die is er niet in geslaagd om de finale te bereiken van het toernooi van Tashkent. Wessels verloor in de halve finale van de Zwitser Georg Bastel. Vanavond kunnen er eerst nog een paar buien vallen, maar vannacht klaart het flink op met plaatselijk zo'n 10 tot 13 graden. Er kan mist ontstaan. Morgen is er veel zon, maar aan de kust eerst ook nog veel bewolking. De zon krijgt later op de dag wel de overhand. Overdag is het zo'n lichte temperatuur tussen 20 en 23 graden. Zondag is het zomers met 23 graden. Maandag en dinsdag volgen er buien. Ik geef u nog een keer de belangrijkste onderwerpen van het nieuws van vandaag. De centrale looneis lijkt uit de tijd. Vakbond de Unie wil er van af en ziet ook ruimte voor forse looneisen. KPN heeft iets nieuws. Reclameboodschappen na het afluisteren van de voicemail. De Consumentenbond vindt nu dat de telefoontarieven omlaag kunnen. En Marco van Basten denkt nog lang niet aan een terugkeer in het voetbal. Van Basten wil alleen nog maar leuke dingen doen, zoals golfen. Tot zover deze uitzending van het Nieuws op Net 5. Maandag zijn wij terug, 's avonds om 7 uur. Ik wens u een heel prettig weekend. Graag tot maandag.